Vijf over half vijf, goedemiddag. Er moet één centrale plek speciaal voor coronapatiënten komen om zo de zorg te kunnen ontlasten. In de politiek, de gezondheidszorg en media gaan er steeds meer stemmen voor op. Vanuit het bedrijfsleven ligt er al lang een plan voor klaar. En dan heet het een enorme pandemiefaciliteit. En die moet dan in het midden van het land komen en die kunnen we de komende 20 jaar gebruiken. Over de haalbaarheid van dit plan gaan we praten met een van de initiatiefnemers, als Kees Smaling, algemeen directeur van Siemens Healthcare. Een heel goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, hoe gaat deze pandemiefaciliteit eruit zien? Ja, het was Jan Verweij, een ondernemer uit Zoetermeer, die bekendheid heeft met onder andere trucks die door heel Europa rijden met CT's en MR's. Dus die zijn gewend aan op kunnen schalen en af kunnen schalen. En die heeft een aantal industrieën bij elkaar gebracht. Een bouwbedrijf wat modulair kan bouwen, wat we heel snel kunnen opschalen tot een bouwtijd van ongeveer 12 tot 14 maanden om 1500 beds intensive care faciliteit te bouwen. Daar hebben we bedrijven bij gehaald die op het ogenblik in Nederland intensive care bouwen en operatiekamers bouwen. Daar is industrie bij gekomen die toeleverancier is van bewakingsapparatuur en ademingsapparatuur. En zo zijn we gekomen tot een plan, een pandemiefaciliteit. Ja. Die we zelfs hebben geprobeerd te positioneren in Lelystad. Omdat we ook keken naar bereikbaarheid en ook dat er een luchthaven in de buurt was, of in ieder geval een helikopterhaven, om zomaar te kunnen kijken of we de zorg te kunnen ontlasten en niet 80 ziekenhuizen te belasten met COVID-patiënten. En die te centreren in een centraal pandemiefaciliteit. Het klinkt als een enorme militaire Chinese aanpak. Voordat we verder praten, ik hoor dat er een microfoontje even schuurt langs, ik denk een kledingstuk. Kan dat kloppen? Oké. Want dat is hoorbaar. Yes, zo veel beter. Ja. Okay. Het klinkt dus een beetje als een militair complex. Moeten we het ook zo zien? Nee, we hebben wel gezegd van we gaan het bouwen, we willen het bouwen, we kunnen dat heel snel realiseren. En we hopen eigenlijk dat we het nooit nodig zouden moeten hebben. En dan zou je kunnen zeggen, het is eigenlijk een soort militair opslag. Plaats waarbij je het alleen maar nodig hebt als er iets aan de hand is. Dus vandaar zou je dat wel mee kunnen vergelijken als een faciliteit waarbij je kan opschalen per intensive care unit, bedacht, tot en met 1500 bedden. Maar je hoopt eigenlijk dat je die nodig zou hoeven te hebben. Maar dus we moeten een beetje meeademen met de crisis waar we in zitten qua gezondheid. Ja. Ja, en zo hebben we het ook ontworpen. En dat we ook dus de besmette patiënten kunnen scheiden van de niet-besmette patiënten. En zodat we zo kunnen opschalen en heel snel ook weer kunnen afschalen. Ja, we gaan het met u hebben over de haalbaarheid hiervan. U heeft natuurlijk even wat tijd gehad om erover na te denken. Maar een van de dingen die ik u hoor zeggen is 1500 IC-bedden. Dat zijn er meer, veel meer ook, dan we nu totaal in heel Nederland hebben. Hebben we er zoveel nodig? Nou ja, in ieder geval kunnen we het heel eenvoudig bouwen. Hè, in units, waarbij we de units allemaal identiek uitvoeren. Hè, in de linker la boven liggen de handschoenen en in de rechter la onder liggen de katheters. Zodat iedereen hetzelfde instructie krijgt hoe het werkt. Hebben we het niet nodig? Ja, dan hebben we het niet nodig. Dan is het gelukkig. Dan laten we het in de mottenballen zitten. En hebben we het wel nodig, dan kunnen we in ieder geval opschalen tot 1500 bedden. En vandaar dat we het zo hebben getekend, berekend en hebben ontworpen. Ja. Nu heeft u natuurlijk ook uitgerekend wie dan aan die bedden moeten staan. Dat zijn dan verpleegkundigen. In uw berekening zijn het er ongeveer 2200. En dat terwijl er, nu weten we, sprake is van een personeelstekort. Dit zei Ernst Kuipers er gisteren over bij Op1. De grote bottleneck is personeel. Ja. Ik las een prachtig plaatje van een ingenieur die even opschreef van, goh, ik heb vorig jaar al zo'n plan gemaakt. Prachtig plan. Het enige wat ik nodig heb is 2200 verpleegkundigen, stond erbij. Maar als nou ieder ziekenhuis even 40 verpleegkundigen uitleent, dan zijn we er al. Ja. Oftewel, dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee, dus daar kwam u denk ik wel een beetje voorbij. Althans, ik neem even aan voor het gewak dat meneer Kuipers het over u had. Hij zegt, ja, gaat niet lukken met dat personeel. Is er gewoon niet. Nee, we hebben het inderdaad anderhalf jaar geleden bij Ernst Kuipers gepresenteerd en ook bij het Landelijke Coördinatiecentrum dit plan. Maar het rekensommetje is niet ingewikkeld. Kijk, als we een gemiddeld ziekenhuis heeft tussen de 3 en 6.000 personeelsleden. Nou, laten we een gemiddelde nemen van 4.500 of 4.000. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar dat zijn niet allemaal medisch geschoolde mensen. Nou, laten we dan zeggen, nee, van de helft van die mensen die zijn medisch geschoold. En de andere helft is salarisadministratie, management en wat zo meer. Ik mag het trouwens niet hopen, maar laten we even van de slechtste situatie uitgaan. Dan heb je nog altijd 2000 mensen die een BIG-registratie hebben en medisch in staat moeten zijn om dit soort handelingen te doen.
Dat is 2000 mensen per ziekenhuis. Als je daar 1% van vraagt, heb je 20 mensen die medisch handelen bekwaam kunnen uitvoeren. 20 mensen. En dat is, als je dat op het totaal van de Nederlandse ziekenhuizen kijkt, zou je aan 2500 mensen makkelijk komen. Ja. Daarbij zeggen we dan. Daarbij, dan kan je ook nog kijken, wat er nu ook gebeurt, hè, dat Defensie daar 500 verpleegkundigen bij levert. Dan kom je zo aan 3.500 mensen. Ja, maar... Wat ik ernstig niet hoor zeggen, op het ogenblik hebben we 10 tot 20%, en mind you, 10 tot 20% ziekteverzuim in de medische, in de Nederlandse ziekenhuizen. Ja. Dus en dat komt omdat we die hele zorg compleet overstuur hebben gemaakt met door alle patiënten naar elk ziekenhuis te sturen. Ja, maar dat voorkom je natuurlijk als je het hier brengt. Nu klinkt het ook alsof u een beetje leeft in een papieren realiteit. In een theorie. Hè? Dus zo'n rekensom klinkt natuurlijk prachtig. Alleen Nederland is een groot land. Het personeel kan bijvoorbeeld in Limburg wonen dat u nodig heeft. Omdat dat hiervoor open staat. Terwijl u zit in Lelystad. Moeten die mensen dan hun hele leven daar opgeven? Misschien wonen ze wel met partner, kinderen die daar ook werken. Hoe? Ja, nou, klopt. Daar hebben we ook naar gekeken. We hebben ook gezegd, nou ja, daar uit die regio's, uit de uithoeken van de Nederland, zullen het best ingewikkeld zijn om mensen daarvoor te recruteren. Dus we zijn uitgegaan van een gemiddelde van 20, maar het zullen bij sommigen 40 zijn en bij sommigen 10. Die je makkelijk uit de pool kan halen van de mensen die nu allemaal overstuur zijn in de zorg door ziekteverzuim. Ja. Daarnaast hebben we ook met VDL hebben we bussen laten ontwerpen en gekeken van hoe je patiënten, maar ook verpleegkundig personeel daar naartoe zou kunnen krijgen. En ook, en daar hebben we ook een beetje naar geluisterd, dat was niet anderhalf jaar geleden, maar wel wat de afgelopen maanden een beetje door Masselevi is genoemd. Je zal het ook niet moeten gaan organiseren zoals je het nu in ziekenhuizen organiseert, met 3 keer 8 uur shifts, maar je zal het moeten gaan doen in 12 uur shifts, waarbij je dus een hele andere bezetting en mensen nodig hebt. Uw microfoontje gaat weer een beetje langs de kleding, heb ik het idee. Ja, geef niet hoor. Ja. Dit doe ik ook niet elke dag. Ja, u heeft het over meneer Gerbers. Die zegt inderdaad, mensen moeten een shift van 12 uur gaan draaien. Maar hij zegt ook, als je wilt dat die mensen optimaal gaan functioneren, dan moet je ze ook optimaal faciliteren. Dat betekent kinderopvang regelen, gratis parkeergelegenheid, nou, wellicht ook voeding, logies, et cetera. En mensen hebben bij hem aangegeven, het is vrij eentonig werk wat we dan moeten gaan doen, want je krijgt alleen maar coronapatiënten, is dan het idee. Maar als je mij dubbele betaalt, dan doe ik het. En dan kijk ik even naar uw financiële plaatje en dan zegt u, nou ja, een extraatje van €1.500 per jaar, dan zijn we er wel. Daar zit een gat tussen, heb ik het idee. Ja, hier moet ik toegeven dat wij zijn ingenieurs en we hebben het geprobeerd te doen vanuit een rekenkundig model, dat we zeggen, zo zou je dat de zorg kunnen ontlasten. He, een oplossing vanuit de innovatie, dat je niet 80 ziekenhuizen belast, overstuur maakt en het niet aan kan en de hele maatschappij op slot moet. Dat je kan zeggen, als we het anders organiseren, door het te centraliseren in plaats van wat we nu doen, door het te spreiden, zou je dit kunnen oplossen. Ja. Daar komt dan inderdaad bij, we hebben ook geprognosticeerd 30 mensen voor logistiek, dat je inderdaad moet kijken van welke mensen komen daarvan aanmerken? En kunnen ze dan s'avonds naar huis na een 12-uur dienst? Of moet je zeggen, een week op en een week af? Ja. En we hopen dat we daar in ieder geval niet de situatie krijgen zoals het nu is. Dat, wat ik al zei, 10 tot 20% op het ogenblik ziekteverzuim is in de zorg, omdat men het niet aan kan. En ik denk dat je dan inderdaad moet zorgen voor faciliteiten erbij. Maar je voorkomt al heel veel als je het anders organiseert in 2 shifts, 7 keer 12. En dan week op, week af. Daar zijn echt logistieke modellen voor die we ook gebruikten aan het begin met Defensie om te kijken wat kan je nou wel, wat kan je nu niet. En daar moeten dit soort dingen ingeregeld worden. Ja, nu klinkt dit plan natuurlijk goed, doordacht. En tegelijkertijd, er zijn natuurlijk allerlei kritische vragen te stellen bij de uitvoerbaarheid. Maar als we het nu eventjes, als we nu even vanuit gaan dat waar een wil een weg is. Dit heeft u natuurlijk ook tegen de politiek aangehaald. U heeft het ook al met anderen besproken. Maar het is er nog steeds niet in Nederland. Hoe realistisch is het nu dat dit toch ambitieuze plan in Nederland gerealiseerd gaat worden? Nou ja, zo realistisch had het kunnen zijn. Want het had nu al klaar geweest
als we daar 15 maanden geleden, toen we het presenteerden in verschillende gremia, daar gehoor was geweest. Dat is niet geweest. Waarom is dat er niet geweest? Heeft u enig idee? Was uw pitch niet goed genoeg? Ik denk dat we toch ons laten overvallen door de waan van de dag en blijven benoemen hoe complex het is vandaag en hoe ingewikkeld en dat we vastlopen. Maar dat er weinig denkkracht nog is van, ja, dit kan over 2 jaar weer gebeuren. Of er kan een 5e golf komen. Ja. Nou, dat zien we nu wel meer en meer. En dat je dan gaat anticiperen van, ja, hoe voorkomen we dan dat we die 80 ziekenhuizen daarmee maar blijven belasten? Of zullen we dan toch iets anders bedenken om een soort monoziektecultuurbehandeling in 1500 beds intensive care faciliteit te gaan uitvoeren? Maar u heeft het idee dus gepitcht en vervolgens was het, waarvan akte, dank u wel, is dit een labeland? Ja. Het komt af en toe weer naar boven. En we hebben het ook pas in het vakblad de ingenieur mogen presenteren. En we zijn bij een aantal stakeholders in de politiek. We hebben het via de werkgeversvereniging. We zijn het zelfs bij economische zaken nog een keer bezig vertellen. Want dan zou je ook kunnen kijken, wordt het nou, economische zaken heeft er ook belang bij. Ja. Als je, maar u kunt het dus veel vertellen, doen. Maar ik heb ook het idee dat het daarna dus toch ergens in een la belandt. Ja, nog wel, ja. 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 Goed, nou, we gaan meemaken als het uit die la komt. En dan bellen we u natuurlijk als eerste weer. Dank voor nu, Kees Smaling, algemeen directeur van Siemens Healthcare. Gaan wij naar...